Welkom op het webinar Mobiliteitsbeleid in een wereld in verandering. Goedemiddag en bedankt dat u deelneemt aan dit webinar. Het webinar van vandaag wordt opgenomen en de presentaties zal u achteraf ontvangen. Waar gaat dit webinar over? Zoals u weet zijn het nieuwe tijden en dit vraagt om nieuwe mobiliteitsoplossingen. We hebben dit webinar opgevat om u daar extra inzicht in te bieden en ook enkele tips en tricks te geven om op weg te gaan naar een nieuw mobiliteitsbeleid voor uw bedrijf. De concrete tips voor uw mobiliteitsbeleid mag u in het tweede deel van dit webinar verwachten. Daar zal Freya de Munk, mobicoach voor de werkvernootschap en het New Mobility Network, en Roeland van Rentergem, CEO van Vigo, u concrete tips en voorbeelden geven hoe u met uw bedrijf de model shift kan nemen of versnellen. Dit webinar is een initiatief van het New Mobility Network. Dit is een bedrijvennetwerk dat wil mensen verenigen rond toekomstgerichte mobiliteit. Het is een initiatief van de werkvernootschap naar aanleiding van de Werken aan de Ring en we zetten samen in op duurzamere mobiliteit en meer leefbaarheid. De werkvernootschap doet een heel aantal aanpassingen aan de ring rond Brussel. Dit is niet alleen aan de auto-infrastructuur, maar ook aan de fietsinfrastructuur en een betere bereikbaarheid met openbaar vervoer. Zo willen we echt zorgen voor een multimodale bereikbaarheid van de regio rond de ring. Na de presentatie zullen we ook ingaan hoe u lid kan worden van het New Mobility Network. Maar ik wil u alvast meegeven dat u als lid van dit netwerk beroep kan doen op persoonlijke begeleiding op mobiliteit, dat we u in contact brengen met aanbieders van mobiliteitsoplossingen. U kan ook workshops volgen en deelnemen aan het jaarlijks congres en gebruik maken van een testvloot. In het eerste deel van dit webinar komt mobiliteitsmanager bij VOCA Wim Pannekoeken aan het woord. Hij staat dagelijks in contact met bedrijven, detecteert noden, frustraties, opportuniteiten en zal van daaruit een aantal trends schetsen. Vervolgens komt Yves Janssens aan het woord. Hij is stakeholder manager bij Werken aan de Ring rond Brussel. En hij denkt dus na over hoe we het verkeer van morgen op de Ring van Brussel kunnen vormgeven. Hij heeft ook een goed zicht op welke infrastructuurwerken er zijn voor de fiets, het openbaar vervoer, hop-inpunten, die u ook waarschijnlijk kent als mobipunten, de vroegere term, groenverbindingen en integrale projecten. Het doel van vandaag is dus om u te schetsen wat de situatie is in de ring rond Brussel waar we voor staan en tegelijkertijd ideeën te bieden hoe u een mobiliteitsbeleid kan doen van uw mobiliteitsbeleid. Ik wens u een boeiend uur en ik geef graag het woord aan Yves Janssens van de Werkvernootschap. Ik ben Yves Janssens, stakeholder manager van de Werkvernootschap en ik ga toelichting geven bij het programma Werken aan de Ring en bij onze organisatie. Werkvernootschap is een vernootschap opgericht door de Vlaamse regering om grote en complexe infrastructuurprojecten zo snel mogelijk te realiseren met een unieke aanpak of nieuwe aanpak qua participatie, overleg en samenwerking. De noodzaak om de raakvlak te creëren is tegenwoordig heel duidelijk voor alle grote projecten en complexe projecten tot een goed einde te brengen. En in functie daarvan hebben we deze aanpak uitgewerkt van begin tot einde. U kan alle informatie over Werken aan de Ring, zowel als over de werkvernootschap zelf, uiteraard terugvinden ook op onze website. Het programma Werken aan de Ring. Wij noemen het programma Werken aan de Ring omdat het een omvattend programma is van verschillende projecten die ook multimodaal zijn. We fietsen er snel even door. Zoals gezegd, het stakeholder management is zeer belangrijk voor ons programma. We werken hier samen met alle actoren. Dat zijn er in het Brusselse en in de Brusselse regio heel veel, gaande van bestuurlijke actoren tot en met bedrijven, gebruikers en de brede bevolking. Concrete projecten die we trachten zo snel mogelijk te realiseren. We hebben grote projecten, maar ik kom daar zelfs op terug, die een lange doorlooptijd hebben. Maar ondertussen is het belangrijk en iedereen denk ik dat de noodzaak aan een betere mobiliteit dagelijks kan voelen en erkennen. En
Ondertussen realiseren we wat vandaag al mogelijk is. Beginnende met een heel pak fietssnelwegen, waarvoor wij de opdracht van de Vlaamse regering kregen om deze zo snel mogelijk uit te voeren. Hier ziet u een kort overzicht. Het zou ons vandaag te ver leiden op elke fietssnelweg dieper in te gaan. Een aantal zijn reeds gerealiseerd, een aantal zijn volop in realisatie en een aantal zullen zo snel mogelijk de werken gestart worden. Dan het grootste programma is dat van wat wij noemen de R Noord, dus de ring van Brussel, eigenlijk van E40 Groot-Bijgaarde tot E40 Kraaijnem langs de noordzijde. Ook daar hebben we een aantal projecten, reeds geïntegreerde projecten, die we versneld uitvoeren in afwachting van de volledige herinrichting van het hele project R Noord. Een van de projecten die zeer binnenkort, of die reeds gestart is, is het op- en afrittencomplex van Vilvoorde, dat we compacter maken, waar we een fietsdoorgang voorzien en waar de infrastructuur ook veel veiliger wordt gemaakt. Vandaag moeten we er snel doorfietsen. Ik geef een aantal voorbeelden van die projecten die op korte termijn zullen uitgevoerd worden. Het tweede is de Henolaan, ook in het noorden aan Zaventem, waar de omgevingsvergunning ingediend is, dus waar ook we weldra met de werken zullen kunnen starten om een vlottere busverbinding mogelijk te maken, om ook een groenverbinding mogelijk te maken, welke u goed op de foto rechtsboven kan bekijken, en om uiteraard ook een veiligere fietsoversteek te voorzien. Dan het viaduct van Vilvoorde, ook dat nemen we snel zo snel mogelijk onder handen. Voornamelijk om in het noodzakelijke onderhoud te voorzien en de verstevigingswerken te doen. Tot slot van de versnelde projecten is er het aansluitingscomplex, het voorlaatste is het aansluitingscomplex R0A201. Dit is op korte termijn ook het grootste project waar we de knoop zullen vervangen en vervangen door een wat wij dan noemen een single point interchange, een nieuw soort op- en afrit die veel compacter is, maar die vooral ook plaats maakt voor de openbaar vervoerinfrastructuur en de fietsen. En die bovendien ervoor zorgt dat het autoverkeer sneller kan afgehandeld worden. Hier ziet u meer in detail de schets van wat het finaal moet worden. Ook hier de nodige aandacht voor meer groenverbindingen en voor de biodiversiteitsverbindingen die noodzakelijk zijn. Tot slot is er dan de hele andere kant, een beetje buiten het projectgebied van R0-Noord, maar ook een heel belangrijk knooppunt, met name het knooppunt R0N8, de Ninoofse Steeweg, die vandaag ook een grote bottleneck is, waar we ook door een korte termijn project wensen de doorstroming te verbeteren, maar ook en vooral ook de reistijden van het openbaar vervoer te verbeteren en zoals ook in de andere projecten, uiteraard ook de fietsverbinding veilig en kwalitatief te maken. Dan het grote project, misschien wel het meest bekende, de herinrichting van de Ring Noord. Ja, dat is een project dat enige tijd in beslag zal nemen, omdat het een heel complex planningsproces vereist. Wij zijn vandaag daar bezig met de opmaak van een zogenaamd grup voor die ruimtelijke herinrichting. Van daaruit hebben we zijn vertrokken van een aantal heel duidelijke plandoelstellingen die veel ruimer zijn dan enkel de auto-infrastructuur verbeteren, maar die uitgaan van een verhoging van de multimodale bereikbaarheid van de regio, van Brussel zelf en van de rand rond Brussel en van de eigenlijk van heel Vlaanderen en België, van waar al die automobilisten komen. Daarbij willen we ook als doelstelling de verkeersveiligheid uiteraard verhogen, door middel van scheiden van doorgaand en lokaal verkeer. Daarnaast is het uiteraard ook belangrijk, er wonen ook en leven ook mensen in de buurt, dat de leefbaarheid in de buurt van die ring kan verhogen door verminderen van de sluipverkeer, ook door de barrièrewerking van de ring die er vandaag bestaat, zoveel mogelijk weg te halen en door een optimale landschappelijke inpassing van die nieuwe ring.
We hebben hierover heel uitgebreid geconsulteerd bij bedrijven, bij bevolking, bij besturen, bij lokale besturen, om te kijken welke oplossingsrichtingen we hier moesten bestuderen en meenemen. En zijn zo gekomen tot 7 redelijke alternatieven die we kunnen indelen in 3 grote groepen. Een zogenaamde light versie, een parallel versie, dus met in het midden het doorgaand verkeer en langs beide zijden het lokaal verkeer en een lateraal versie waar knooppunten worden verbonden via 1 laterale weg en in het midden het doorgaand verkeer blijft rijden. Hierop zijn ook een heel aantal varianten toegepast, gaande van verschillende snelheidsregimes tot verschillende rijstroken, het gebruik ook van die rijstroken en de toepassing ook van verschillende aansluitingscomplexen en wisselaars. Deze alternatieven worden onderworpen aan verschillende onderzoeken in het zogenaamde planmerk, dus het milieueffectenrapport, in een maatschappelijke kostenbatenanalyse, in een ruimtelijk veiligheidsrapport en in ook een future-proof studie om te kijken of de nieuwe ring ook robuust is naar de toekomst toe. De timing, ja, dit gaat nog even duren. Het planningsproces is voorzien, loopt nu volop en dat moet ons leiden zo snel mogelijk, maar er zal toch nog enige tijd in beslag nemen, zoals u hier kan zien, naar een voorkeursalternatief voor het GRUP. Vervolgens kunnen wij daarop de omgevingsvergunning aanvragen en we hopen dan te kunnen starten met de werken rond 2024. Buiten de Ring Noord hebben we daarna ook de opdracht gekregen om Ring Oost te bestuderen. Dus dat gaat eigenlijk de oostzijde van de Brusselse Ring vanaf Kraaijnem verder naar beneden. Ook hier gaan we de 4 grote kruispunten, Vierarme, Leonard, Groenendaal en Complex Brabantnaam via een geïntegreerd planproces bestuderen. En ondertussen wel al een heel aantal quick wins gaande van eco-viaducten en eco-recreaduct tot fietsnelwegen. Om de bereikbaarheid en de multimodaliteit te verhogen. De opstart van de GRUPS hiervoor, voor die 4 knooppunten, die zal ook binnenkort starten. En dan is er de R0 West, dus dat is vanaf Groot-Bijgaarden verder naar het zuiden toe. Daar is het nog niet op gestart, maar is het de bedoeling van gezamenlijk het studiewerk aan te vatten met het Brusselse Oostzedelijk West. De ring komt daar ook een heel groot stuk, de bocht van Vorst en zo, in het Brusselse gewest. En dat project moet dus opgestart worden. Ook hier trouwens zullen dan de nodige participatiemomenten voorzien worden. Het is niet alleen de ring en het autowegennetwet, het is ook openbaar vervoer. Brabantnet voorziet in 3 tramlijnen die 3 of hoog openbaar vervoer, hoogwaardige openbaar vervoerlijnen die naadloos moeten aansluiten ook op het Brusselse openbaar vervoernet. De ringtrambus is u misschien bekend, die is van deze zomer in exploitatie gegaan. Het tracé zijn we verder aan het optimaliseren met als doel om die zo snel mogelijk, zoveel mogelijk in vrije busbanen te laten rijden, zodanig dat ook uiteraard de snelheid daarvan verhoogt. De tweede is de sneltram, de A12 tram zo u wil. Die vertrekt in Willebroek en langs de A12 loopt tot in het Brussels gewest, waar deze moet aansluiten, ook op het Brussels OV-netwerk. En tot slot de luchthaventram. Van anderen is de aansluiting van de bestaande tram 62 van de MIVB, die bijna tot aan de gewestgrens loopt, ter hoogte van de NAVO, om deze te verder door te trekken tot aan Brussels Airport. We werken ook aan mobipunten. Ondertussen is de naam veranderd in hop-in-punten, multimodale punten in en rond Brussel op verschillende plaatsen om de mobiliteit, om de mensen zo snel mogelijk te kunnen laten overstappen op andere modi om de beste vervoerkeuze te kunnen maken zo ver mogelijk van de drukke verkeersaders. Daarbij worden een heel aantal fietsstalplaatsen en extra parkeerplaatsen voorzien. Dat was het ongeveer voor het programma Werken aan de Ring. Het is heel sumier. Voor meer concrete informatie kan u uiteraard terecht op onze website, mag u ons ook steeds contacteren. Maar dan geef ik nu graag het woord door aan Wim Pannekoeken van VOCA voor een volgende uiteenzetting. Dank u. Dank u, Yves.
Goedemiddag allemaal. Ik ben Wim van Voca en ik ga jullie meer uitleg geven hoe bedrijven omgaan met de verandering ook in COVID. Ik begin met een foto van de Brusselse ring, die nogal leeg is in tegenstelling tot nu. Maar om maar te zeggen, er is heel wat veranderd de laatste maanden, vooral voor bedrijven toe en hoe werknemers omgaan met verandering in mobiliteit. De slide hier toont wat beelden uit de pers en je ziet wat veranderingen zone 30 in steden, mensen die van thuis werken, fietsen die sterk worden doorgedreven in steden en effectief artikelen die zeggen van het corona-effect, er is half zoveel file in september als trouwens gisteren ook in het nieuws. Maar ik begin met de veranderingen op het gebied van openbaar vervoer. U ziet hier de ringtrambus op het Brussels Airport. En wat speelt er een rol? Zeker veiligheid en hygiëne. We zien een daling van openbaar vervoer, maar het aantal besmettingen is zeer beperkt. Er was onlangs een studie die zei van dat het in Nederland 0,1% van de besmettingen komen voort uit het gebruik van trein, tram en busverbindingen. Dus heel miniem. We zien dat de werknemers en ook de mensen die het openbaar vervoer nemen, dat die een voldoende spreiding hebben en dat er een afvlakking is van piektransport, dus men gaat meer gaan spreiden. De maatschappijen die openbaar vervoer aanbieden, die zoeken wel degelijk een mogelijkheid om monitoring tools aan te bieden, om de bezettingsgraden te gaan watchen, in de gaten te houden en aanpassingen door te voeren waar nodig. Contactloos betalen is sterker dan ooit doorgedrongen. En wat men zeker ziet, is een flexibeler formule van abonnementen. De tijd dat werknemers een vast traject van A naar B dagelijks deden, die is bijna voorbij. Dus men gaat flexibeler gaan werken in de plaats en in de dagen dat men het openbaar vervoer gaat nemen. Voor maatschappijen die busmaatschappijen die openbaar vervoer aanbieden, is er ook een sterke vraag naar transitie. Transitie om subsidieringen, want bijvoorbeeld een elektrische bus kost 2 à 3 keer de prijs van een normale. Dus dat zijn dikwijls vereisten van hun klanten en we horen dan vanuit Voca geruchten of vragen van oké, we kunnen dat niet trekken, wat voor subsidiemaatregelen zijn er zowat voorradig. Een volgende slide toont de fiets. Het fietsgebruik, deze zomer is fiets aan het enorm aan het boomen. Mensen zijn actiever, de actieve vervoersmiddelen stijgen. Fietswinkels die zitten met een omzet van 300% en kunnen de vraag niet volgen, met enorme wachttijden tot gevolg. Voor woon-werkverkeer zien we een zeer sterke stijging van elektrificatie van fiets. E-bikes verkopen zeer goed en speedpedelecs. De actieradius dat werknemers doen in woon-werkverkeer vergroot. En dikwijls gaat het eigenlijk de auto bijna gaan vervangen. We zien dus een zeer sterke link ook met vitaliteit, bewegen en gezondheid. En ik denk dat dat een trend is die is ingezet. En there is no way back. Het zit goed op dat vlak, dus werknemers zullen meer en meer fietsverplaatsingen doen. Hoe zit het met de auto? De helft van de inschrijvingen in België zijn bedrijfswagens. We merkten tijdens COVID een dalende verkoop met stokvoorraden die aan het stijgen waren. Maar we zien ook een stijging van elektrificatie in het wagenpark. Hybride en elektrische modellen worden populairder. Met ook invoeringen van laadpaalvoorzieningen. En we zien ook bij leasingbedrijven, horen we vanuit bedrijven dat de huur- en leasingtermijnen en periodes worden verlengd. Mensen gaan misschien iets minder nu het openbaar vervoer gaan nemen en gaan overswitchen naar de auto vanwege veiligheid en hygiëne. Maar er is zeker vraag naar flexiepakketten. In de zin van dat men, zoals het mobiliteitsbudget, dat men gaat nadenken om een pakket van openbaar vervoer en fiets mee te integreren in auto-lease-voorwaarden. De volgende slide geeft even terug een beeld over het thuiswerk, aanbieden van thuiswerk. Verleden week nog in het nieuws, studie van SD Works, dat het aanbod van 60% gestegen is naar een kleine 90% nu.
We merken dat het een vraag is van veel werknemers en van veel bedrijven. Het wordt een norm, het wordt als een eis van werknemers. En dat is ook belangrijk naar recrutering en naar retentie, behoud van werknemers. Dus werkgevers zullen moeten thuiswerk aanbieden om een zekere retentie te behouden. Maar we merken wel dat ofwel is het een verplichting van het bedrijf, ofwel is het een optie. We merken zeker dat er overleg nodig is op directiecomité's met vakbonden en dergelijke meer. Daar zitten we zeker in een overgangstransitie. Belangrijk bij thuiswerken is het ergonomie-aspect, work-life balance en de dagelijkse verplaatsingen die zullen dalen. En dat zal ook gecombineerd worden met duurzame modulaire transportmodi. Ik ga even over naar een slide over infrastructuur. Wat merken we op het gebied van kantoren en gebouwen? Bezettingsgraden die dalen. We evolueren meer naar hubs en knooppunten. Er is een herindeling van kantoorgebouwen. Men gaat weg van landschapsbureaus en we gaan naar ontmoetingsruimtes. Sommige bedrijven zijn echt aan een conversie bezig van hun kantoren. Minder parkeerplaatsen in gebouwen geeft ook een opportuniteit, een hefboom om meer aan mobiliteit te gaan werken. Om effectief dat te gaan gebruiken in het mobiliteitsbeleid. En digitale assistenties, er zijn tools, monitoren van bezettingsgraden. Bijvoorbeeld onderhoudspersoneel gaan het gebruiken om echt systematisch hun job te gaan doen. De volgende slide geeft een beeld over het beleid van regeringen en lokale besturen. We zien een versnelde uitrol van maatregelen. Steden van de toekomst, er is een fight for space, een reconversie van ruimte. Wordt dikwijls ook gevraagd naar subsidies en mobiliteitssensibilisatie. Er gaat veel naar relance, maar het sensibiliseren van mobiliteit blijft belangrijk voor bedrijven. En de vraag naar leefbaarheid. Steden die zitten wat onder druk nu. De uitbraak is sterker, maar stedelijk denken blijft aantrekkelijk, ook als economische pool. Even over tot een driehoek klanten, werknemers en goederen. Wat belangrijk is voor een bedrijf, valt één van deze parameters weg, dan komt het bedrijf in gevaar en is er eigenlijk een license to operate die bedreigd wordt. Wat betekent dat voor de werknemers? Misschien even samengevat, het verplaatsingsgedrag wijzigt. Moeten we wel deze verplaatsingen maken? Geldt ook voor zakenreizen. Er is een nood bij bedrijven om nog effectief fysiek samen te komen en het doel ervan. Er is een decentralisatie met digitale hulpmiddelen. Men ziet dat men actief gaat gaan bewegen. Mobility as a service en transport op vraag wordt doorgedreven en mobiliteitsbudget komt meer in de picture. Flexibeler omgaan met car policies en dergelijke meer. Dan voor de klanten. Wat betekent dat voor klanten? Steden zijn knooppunten. Stadswinkels worden zeker belangrijk en belangrijker. Nabijheid telt, convenience ook. Bricks en clicks, stenen en online fysieke winkels, die combinatie blijft. We gaan naar een duurzame e-commerce. Korte keten is van belang en duurzame verplaatsingen gelden zeker in steden. En nog een laatste voor goederen. Goederen moeten ter plaatse geraken in steden. Dus daar zit men met het spanningsveld met de zero-emissie en de vergroening van steden. Stadsreglementeringen maakt het niet eenvoudig voor bedrijven om in steden te gaan leveren. Men gaat verminderen van kilometers en verschuiven van kilometers door hubs en bundelingen van ladingen. Het sharen van data wordt belangrijker en de transitiekost van de investeringen moet zeker meegeteld worden. Als laatste slide even een samenvatting van wat is er van belang voor ondernemingen, wat zijn de aandachtspunten. Er is de kracht van de ondernemer. Innovatie, zeker in deze COVID-tijden, staat centraal ook op mobiliteitsvlak. Een bedrijf gaat zich zeker gaan herpositioneren en zich een vraag stellen. We zien zeker een heel belangrijke focus naar duurzaamheid met alle deelaspecten. Stadsfuncties voor een bedrijf zijn heel belangrijk. En het relancebeleid moet een combinatie zijn van economie, gezondheid en ecologie. Zo, dat was het voor mijn gedeelte. Ik geef nu het woord aan Freya de Munck, Mobicoach bij de New Mobility Network.
Bedankt Wim voor deze super interessante toelichting. Dus mijn naam is Freya de Munk, MobiCoach bij het New Mobility Network. We hebben daarnet van Wim dus al een inzicht gekregen in de trends die we zien op dit moment. Yves is al doorgegaan door het programma dat de werkvernootschap gaat realiseren. En het is nu aan mijn beurt om u alvast een aantal eerste tips en tricks mee te geven rond een toekomstgerichte mobiliteitsaanpak. Dus een eerste trend die we zien, we werken meer eigenlijk van thuis uit, zoals dat Wim al aangaf. Dat heeft ook een aantal voordelen, brengt een aantal voordelen met zich mee. Aan de ene kant, voor de werknemer is er vaak sprake van een betere work-life balance. Mensen sparen heel wat tijd eigenlijk uit, doordat ze die dagelijkse verplaatsing niet meer moeten maken. Aan de andere kant, voor de werkgever is er ook een daling van kosten, merkbaar lagere tankkosten en dergelijke meer. Nu, wij raden eigenlijk aan, vanuit onze ervaring met bedrijven die reeds gestart zijn, ook in het coachingstraject, van toch een tweetal dagen op kantoor actief te zijn samen. Dat is goed eigenlijk voor de team spirit en dat verhoogt eigenlijk ook de productiviteit. Een andere tip die je zou kunnen toepassen zijn hybride vergaderingen. Dus hybride vergadering wil eigenlijk zeggen dat men fysiek samen zit op kantoor in een ruimte met een aantal medewerkers bijvoorbeeld, maar dat er ook mensen eigenlijk volgen van op afstand. Nu, het is zeer belangrijk daarbij natuurlijk om voor uw medewerkers die op afstand volgen, dat zij de nodige infrastructuur thuis hebben. Dus dat gaat dan over een goede bureaustoel, een goed afgesloten ruimte bijvoorbeeld, met voldoende verlichting, maar ook voldoende aandacht voor ergonomie. Maar aan de andere kant is het ook belangrijk dat zij volwaardig kunnen deelnemen natuurlijk aan die vergadering. En dat kan je doen door bijvoorbeeld in je vergaderzaal een 360 graden camera en microfoon te installeren. Zodanig dat zowel de werknemers aanwezig in de fysieke vergadering en de mensen die in de online vergadering zitten voldoende kunnen meevolgen en voldoende kunnen participeren. Nu, bedrijfswaans, we hebben het daarnet al gehad over thuiswerken. Door corona zijn we noodgedwongen allemaal een heel groot stuk moeten van thuis uit aan de slag gaan, waar het mogelijk was uiteraard. En dat heeft natuurlijk zijn gevolgen voor het gebruik van die bedrijfswagen. Zoals ik al zei in een van mijn eerste slides, dus de kosten zijn een pak gedaald. Maar aan de andere kant merken we ook door de invloed van WLTP dat bedrijfswagens vaak ook meer eigenlijk beginnen te kosten. Hogere voordeel alle aard dat eraan verbonden is en dergelijke meer. Dus corona biedt eigenlijk een stukje een opportuniteit om te gaan nadenken over uw bedrijfswagenbeleid. Waarom niet meer op zoek gaan naar een flexibele invulling daarvan? En vooral ook eventueel het gebruik van de bedrijfswagen loskoppelen van het luider aanbieden van de bedrijfswagen. Naar parkeren toe. Het thuiswerken of het telewerken liever zorgt er dikwijls voor dat heel wat bedrijven nu worden geconfronteerd met een parking die grotendeels leeg staat. Als je de parking leest bijvoorbeeld, dan kan je ervoor opteren als je een thuiswerkbeleid hebt ingevoerd om een stuk van je parkeerplaatsen op te zeggen en het vrijgekomen budget idealiter te investeren in andere mobiliteitsoplossingen. Zoals bijvoorbeeld het versterken van je fietsinfrastructuur of andere mobiliteitsaanbiedingen. Hebt u de parking in eigen beheer, dan zou je bijvoorbeeld die parking op een andere manier kunnen invullen. Dat kan door er meer fietsparkeerplaatsen bijvoorbeeld voor te voorzien. Maar waarom kan het ook niet gedeeld worden voor bijvoorbeeld evenementen? We zien ook dat steeds meer CEO's eigenlijk het goede voorbeeld geven en meer met de fiets naar het werk komen. Parking management, hoe kan je dat nu eigenlijk in de praktijk aanpakken? Stel je schroeft je parkeerplaats bijvoorbeeld terug, aan wie ga je dan eigenlijk parkeerrechten toekennen? Ofwel geef je werknemer dus recht eigenlijk fulltime op een bepaalde parkeerplaats, ofwel ga je bijvoorbeeld gaan werken met parkeercredits. Nu, die parkeercredits kan je op verschillende manieren gaan bepalen. Op de slide ziet u een voorbeeld van drie verschillende types werknemers die actief zijn bij een bedrijf. En waar je aan de hand van een aantal criteria bijvoorbeeld bepaalt hoe vaak men recht heeft op een parkeerplaats op het bedrijf.
Die criteria, dat kan bijvoorbeeld het woon-werktraject zijn, de afstand die men bijvoorbeeld aflegt, maar dat kan ook persoonsgebonden zijn, mensen met kinderen bijvoorbeeld. Maar dat kan evengoed ook functiegebonden zijn, een salesprofiel kan je misschien soms al wat minder parkeercredits bijvoorbeeld toekennen, omdat ze minder eigenlijk op de site aanwezig zullen zijn. Dus je ziet in dit voorbeeld, dus met Marie, Anouk en Paul, waar dat aan de hand van de criteria dan een aantal punten worden toegekend en zo de parkeercredits worden bepaald. Naast het parkeren heb je natuurlijk ook nog het openbaar vervoer. Zoals dat Wim al aangaf, de openbaar vervoermaatschappijen zijn ook sterk bezig met die transitie. En hebben ook door corona zich een stukje flexibeler nog opgesteld. En maken nu heel wat communicatie en reclame voor halftijdse abonnementen. Onder andere de NMBS zet hier heel sterk op in. En ook De Lijn bijvoorbeeld heeft en de MIVB hebben heel wat aanbiedingen gelanceerd. Nu, dat halftijds treinabonnement, dat kan wel degelijk ook voordelig zijn voor beide partijen. Dus je hebt in dit voorbeeld heb je Céline, zij woont in Gent en ze werkt in Brussel. Zij neemt de trein naar kantoor en zij heeft in haar bedrijf het beleid, zij mag 2 dagen van thuis uitwerken. Vroeger zou Céline bijvoorbeeld een voltijds treinabonnement hebben gehad, wat in werkgeversbijdrage zo'n 1184 euro zou kosten voor de werkgever. Als je dan teruggrijpt naar het deeltijds treinabonnement met 10 ritten, dat is voor 15 dagen geldig, dus kan ze haar 3 dagen per week naar kantoor blijven komen, dan zie je dat er toch sprake is eigenlijk van een kostenbesparing. Dus het loont de moeite om te bekijken of het interessant is voor uw bedrijf en voor uw werknemers om in te zetten bijvoorbeeld op deeltijdse abonnementen. Nu, die combinaties, dat gaat verder dan die combinatie van die bedrijfswagen en het aanbieden van openbaar vervoerabonnementen. U bent wellicht vertrouwd met het concept van het mobiliteitsbudget, waarin 3 pijlers eigenlijk worden voorzien. Een eerste pijler is de milieuvriendelijke bedrijfswagen. De tweede pijler zijn duurzame vervoersmodi. En de derde pijler is het resterende bedrag in cash. Dus het mobiliteitsbudget voor de mensen die in aanmerking komen voor een bedrijfswagen laat ook toe om flexibeler hun mobiliteit eigenlijk te gaan kiezen. En bijvoorbeeld die bedrijfswagen te downgraden en te combineren met bijvoorbeeld openbare voertickets of een fiets. Nu, daarnaast de fietsvergoeding is ook een belangrijk gegeven die we zeker hierin niet mogen vergeten. We zien ook bij de bedrijven in de Vlaamse rand dat er wel degelijk sprake is van heel wat fietspotentieel. Wij raden dan ook aan om een fietsvergoeding te geven per gefietste kilometer. Dus met andere woorden te spreken van een flexibele fietsvergoeding. Mensen kunnen dit geld dan ook investeren in duurzaam materiaal. Je kan een flexibele fietsvergoeding dus aanbieden met een registratie of een verklaring op eer. En als je zegt van dat brengt toch heel wat administratieve lasten met zich mee, het invoeren van die flexibele mobiliteitsvergoedingen, dan kan je een beroep doen op apps zoals Olympus of bijvoorbeeld samenwerkingen met FICO, die zo meteen aan bod komt, die je toch helpen om de administratieve lasten een serieus stukje terug te schroeven. We zitten in het nieuwe normaal. Dat vereist flexibiliteit, niet alleen van de werknemers, maar ook van de werkgevers. En vanuit het New Mobility Network willen wij als MobiCoach u graag daarbij ondersteunen. Dus we zijn aangesteld met 3 mobiliteitscoaches. Heeft u interesse in een vrijblijvend kennismakingsgesprek met ons aanbod, dan kunt u ons contacteren op het e-mailadres mobicoach@newmobilitynetwork.be. Je kan ook informatie vinden over ons op de website van New Mobility Network onder het aanbod. En ons aanbod, wat houdt dat eigenlijk in? We gaan daar graag met u dieper op in. Maar concreet betekent het dat u begeleiding op maat krijgt. Dat we een analyse doen van uw werknemersbestand. We doen een bevraging bij uw werknemers. En vervolgens bieden we u een resum pragmatische acties aan. En daarna zorgen we ook nog voor een stukje ondersteuning achteraf. Dus aarzel zeker niet om ons te contacteren indien u geïnteresseerd bent en op zoek bent naar begeleiding richting die toekomstgerichte mobiliteit. Ziezo, dat was mijn deel. Dan geef ik graag het woord aan Roland van Rentergen van FICO.
Goedendag, mijn naam is Roeland. Ik ben CEO van Vigo en we hebben Vigo opgericht omdat we echt geloven in flexibiliteit en opties voor alle werknemers te geven. Ik ga u vandaag een aantal inspirerende voorbeelden geven hoe onze klanten omgaan met flexibiliteit en mobiliteitsopties. Bijvoorbeeld, we hebben een aantal klanten, belangrijke namen, bijvoorbeeld BDO. Zij hebben eigenlijk toegelaten, dat is een bedrijf met veel bedrijfswagens, zij hebben eigenlijk toegelaten om op een kostneutrale manier de bedrijfswagen aan de kant te zetten. Een deconnectie te maken tussen het gebruik van de bedrijfswagen en het eigendom van de bedrijfswagen. En ze hebben zo toegelaten om eigenlijk heel veel mobiliteitsopties toe te laten aan hun werknemers. Hetzelfde met VRT. VRT is iets minder aan de bedrijfswagenkant. Ze hebben heel veel werknemers zonder bedrijfswagen, maar ook zij zijn erin geslaagd om met een aantal leuke opties, heel veel flexibiliteit en heel veel nieuwe mobiliteitsopties toe te laten aan hun werknemers. En hetzelfde met Danone. Zij hebben hun parking mee in de mix gebracht. In die zin dat zij de parking gebruik, zoals Freya eigenlijk ook aangaf, valoriseren aan de werknemer. Dus per gebruik van de parking betaal je een bepaalde kost. Als je de parking natuurlijk niet gebruikt, dan heb je bepaalde budgetten vrij om alternatieven te gebruiken. En er is natuurlijk één standaard in heel dit gebeuren. Ze hebben hun administratie allemaal uitbesteed aan Vigo. Nu, we zien natuurlijk een aantal beste praktische policies bij onze werknemers of bij onze werkgevers. Typisch zijn er twee grote groepen van werknemers. Eén groep zonder bedrijfswagens, een andere groep met bedrijfswagens. Als we dan spreken over de mensen zonder bedrijfswagens, zien we deze policies die dat veelal worden uitgerold door de werkgevers. Typisch word je toch verplicht als een werkgever om openbaar vervoer te geven. En vroeger werd dat typisch gedaan in de vorm van abonnementen. We zien meer en meer dat die mensen ook de keuze krijgen om een budget, een equivalent budget aan het abonnement, te krijgen, zodanig dat ze heel flexibel dus die halftijdse abonnementen of treintickets kunnen gaan kopen. Ook heel relevant in de Vlaamse rand, niet alle bedrijven zijn natuurlijk perfect gelegen naast een mobiliteitshub. Dus we zien dat werkgevers meer en meer ook een extra budgetje geven voor die last mile micromobiliteit. Bijvoorbeeld dat je met de deelfiets vanuit het station voor die laatste kilometer kan gaan, de step, de bus, de tram enzovoort. Bike lease zien we enorm boomen. Toch één belangrijke nuance. Een advies dat we geven is dat het toch moet losgekoppeld worden aan die bedrijfswagen. Laat alle werknemers gewoon toe om een bike lease te kunnen inschrijven. En dan via systemen zoals een salary sacrifice enzovoort. En dan het laatste, mijn droom is eigenlijk alle werknemers toe te laten om heel veel flexibiliteit te krijgen. Laat hen dan ook de keuze hoe dat ze die dag, één, gaan ze naar het werk, mogen ze naar het werk komen of gaan ze thuis werken? En dan twee, gaan ze naar het werk, hoe gaan ze dan naar het werk? Ze kunnen evengoed met hun privéwagen gaan, met de fiets of het openbaar vervoer. Dus laat die keuze aan de werknemer hoe dat zij die commuting gaat opzetten voor die dag. Als we het dan hebben over de werknemers met een bedrijfswagen, wij geloven altijd in het opzetten van policies die dan meteen relevant zijn voor alle werknemers. En daar zien we dus een aantal policies, dat je bijvoorbeeld zegt van kijk, als je je bedrijfswagen aan de kant laat staan, dan genereert dat ook geen kosten. Die kostenbesparing kan je meteen teruggeven aan werknemers voor alternatieve mobiliteit. Hetzelfde met de parking, zoals al gezegd. Uiteraard zullen er mensen zijn die meestappen in het mobiliteitsbudget, maar daar zijn nogal strikte voorwaarden in. Dus we zien eigenlijk het aantal mensen dat daarop instappen vandaag niet zo hoog. En zoals gezegd, we zijn altijd geïnteresseerd om policies aan te bieden aan alle werknemers.
En hetzelfde met cafetariaplan, dus een soort van salary optimalisatie om zo te kunnen investeren naar slimme mobiliteit. Nu, die eerste twee opties, je kan je afvragen hoe ziet dat er nu in de werkelijkheid uit? En dat gaat als volgt. Dus wij zien onze klanten bijvoorbeeld een jaarlijks commute-budget geven voor mensen met een bedrijfswagen. Bijvoorbeeld van 2.000-3.000 euro per jaar, waarmee dat ze dan wel hun brandstof moeten betalen, hun openbaar vervoer, fietsen enzovoort. Dus single budget. Het voordeel is dat is meteen inzetbaar voor alle werknemers. En het leuke is dat de werknemer echt verantwoordelijk wordt voor zijn eigen budget en voor zijn eigen mobiliteit. Je plaatst echt die verantwoordelijkheid bij die werknemer. En zij gaan er dan ook bewuster mee om. Wanneer je, dat je dit een beetje wilt uitbreiden, kom je natuurlijk in dat mobiliteitsbudget terecht, hè, waarbij dat je dan mede bedrijfswagen in de mix brengt. Dus bijvoorbeeld dat je zegt van 5.000-6.000 euro naar gelang de rol. En daarmee kan je dan je bedrijfswagen aankopen, een bedrijfsfiets aankopen. Maar tegelijkertijd, hè, als je bijvoorbeeld zegt van mijn budget is niet op, alle andere vormen van mobiliteit kan kopen. Inclusief tanken, parking, openbaar vervoer enzovoort. Dat zijn eigenlijk twee manieren om op een heel makkelijke manier meteen heel veel flexibiliteit aan te bieden aan werknemers. De vraag is natuurlijk, hoe doe je dat dan? Hè? Want dit heeft natuurlijk een administratieve workload. De eerste stap is als werkgever, maak je een policy. Wie mag wat? Hoe kan je bijvoorbeeld de abonnement omzetten in een budget? Hoeveel budget ga je extra krijgen voor last mile, micromobiliteit enzovoort? Twee, hoe ga je die operations dan gaan doen? Want je ziet eigenlijk dat je hier verschillende ecosystemen moet aan elkaar gaan knopen. Hè, van mobiliteitsapps tot aan de abonnementen en halftijdsabonnementen van NMBS, tot aan company parking, het fuel, het autogebruik, tot aan die registratie van de verschillende commute opties. En dan drie, hoe kan je dan nu integreren met je bedrijfsprocessen? SAP, HR databases, payroll, sociaal secretariaten enzovoort. Wat dat je zeker niet wilt, je laat veel flexibiliteit toe. Wat dat je zeker niet wilt, is dat heel die administratie op het HR-personeel terechtkomt. Dus eigenlijk moet die hele flow liefst zo geautomatiseerd mogelijk zijn. En dat is eigenlijk wat wij met Figo doen. We zijn een soort van back-end systeem waar dat de eindgebruiker heel veel flexibiliteit krijgt, maar binnen die policy van die corporate en binnen de suppliers dat die corporate heeft, maar wel in een zero-admin mode voor HR. En dat betekent, daar zijn vier grote bouwstenen in. Een eindgebruikersportaal, waar je dat dan de policy inziet van een bedrijf. Het beheren van al die providers en het aan elkaar knopen van al die providers. En dan de link met bijvoorbeeld SAP-systemen, de HR-databases, payroll enzovoort. Zodanig dat eigenlijk alles mooi geautomatiseerd verloopt. Wil je daar iets verder over praten? Bekijk zeker onze website of boek een meeting via mijn Calendly link. Dankjewel. En over nu terug naar Therese voor de vragen. Bedankt Roeland en de andere sprekers voor deze boeiende presentaties. Als deze webinar naar meer smaakt, dan willen we jullie graag uitnodigen om lid te worden van het New Mobility Network. Wat levert dit lidmaatschap u op? U kan webinars en het jaarlijks congres als dit volgen. U kan gebruik maken van de testvloot. U komt in contact met mobiliteitsaanbieders zoals bijvoorbeeld Figo. En natuurlijk kan u ook in gesprek gaan met andere bedrijven die voor dezelfde uitdagingen staan zoals u. Daarnaast, als u een bedrijf bent uit de Vlaamse rand, dan kan u ook beroep doen op het coachingstraject van de Mobicoaches, zoals mijn collega Freya daar juist al toelichtte. Nu, goed nieuws, om van dit alles gebruik te maken, hoeft u geen lidmaatschap te betalen. Het is een gratis lidmaatschap, maar in ruil vragen we wel het engagement van uw bedrijf om rond toekomstgerichte mobiliteit te werken. Dus wat betekent dat? Dat u een aantal doelstellingen naar voren schuift voor uw bedrijf, die met ons deelt. Dat kan een lopend traject zijn, dat kan een good practice zijn dat u wilt delen met andere bedrijven, of dat kan ook een heel nieuw idee zijn. Hoe komt u met ons in contact? U kan ofwel naar de website gaan, newmobilitynetwork.be,
of u kan reageren op de follow-up mail die we u zullen sturen na dit webinar. En ik kan u ook al verklappen dat we voor de eerste 10 leden iets bijzonder in petto hebben. Dan gaan we nu een kijkje nemen naar de vragen die gesteld zijn door de deelnemers. En we hebben 2 vragen voor Yves Janssens over het Brabantnet. Ik zal ze u even voorlezen. Dus eerst hebben we de vraag over de ringtrambus. De vraag is daar, dus de vraag komt van Nico van Elzen, mobiliteitscoördinator van UZ Brussel. En de vraag is: waarom rijdt de ringtrambus op de Dikke Beuklaan richting UZ en niet op de busbaan? En de tweede vraag gaat over de sneltram. Eveneens van Nico van Elzen. Hij schrijft: 2024 werd genoemd in verband met de start van de werken aan de R0. Maar wat is de timing voor de sneltram uit het noorden van Willebroek? Yves, ik geef het woord aan jou. Dank u. Dag Nico. Wat de eerste vraag betreft, het klopt dat de ringtrambus daar nog niet in de trambusbaan rijdt. Dat komt omdat op het kruispunt van de tentoonstellingslaan en de Romeinse Steenweg de bus links moet kunnen voorsorteren daar. En dat is op dit ogenblik niet mogelijk, dus daar zijn ingrepen nodig en die moeten in afstemming met de stad Brussel gebeuren. En net zoals op andere plaatsen is dat is het de bedoeling van al die knelpunten vlotter te maken en zoveel mogelijk de bus in eigen busbaan te krijgen. Dus work in progress in samenwerking met de stad Brussel. Wat betreft de sneltram, de eerlijkheid gebied te zeggen dat we daar nog niet morgen aan de werken gaan kunnen starten. Helaas, begin dit jaar werd daar wel de startnota reeds goedgekeurd. We werken nu aan de projectnota die in het voorjaar 2021 zou moeten klaar zijn. Maar de complexiteit van dit project is relatief hoog en dan betreft het voornamelijk ook een heel pak grondinnames die langs de A12 moeten gebeuren. Dat vergt tijd en veel overleg. We proberen dat uiteraard zo snel mogelijk te laten gaan. En als alles goed gaat, hopen we in 2023 met de eerste werken te kunnen starten voor de sneltram, dus Willebroek-Brussel. Dan hebben we nog een laatste vraag voor Freya de Munck. Ik lees die ook even voor. De federale overheid voorziet onder bepaalde voorwaarden in een bijdrage, vermoedelijk 20% van de treinabonnementen. Geldt dat ook voor halftijdse abonnementen? Freya, het woord aan jou. Ja, bedankt Trees. Inderdaad, Nico, daar heb je gelijk in. Dus bij de derde betalersovereenkomst kan het inderdaad zo zijn als je als werkgever 80% betaalt, dat de overheid voor abonnementen in tweede klas tussenkomt voor de resterende 20%. En dit geldt eigenlijk voor alle abonnementen. Ik krijg hier nog even bericht binnen dat er nog een laatste vraag is binnengekomen. Die gaat over de timing van de fietsbrug aan de Hennolaan. Daarvoor geef ik ook nog even het woord aan Yves. Ja, er waren nog 2 vraagjes binnen. Ja, klopt het dat er procedure is bij de Raad van State? Ja, dat klopt over het grip van de sneltram. We wachten daar op de uitspraak. Wat betreft de tweede vraag, de werkende fietsbrug aan de Hennolaan. De omgevingsvergunning is daar aangevraagd, dus we hopen daar zeer snel te kunnen, na het verkrijgen van die vergunning, te kunnen starten. Dus ik dacht, maar ik moet het nakijken, begin volgend jaar hopelijk te kunnen starten. Maar dat is zeker korte termijn, dat is vergevorderd, dat project. Goed, bij deze sluiten we dan echt af. U ontvangt de presentaties en de opname van dit webinar achteraf. En dan wensen we u nog een fijne verdere dag.